duurde veel langer om hier te zijn dan het erover gemoet. Waarom zit het teken San? Meneer Fisto. Meneer. In IRL. Ah ja, dus hier hebben we het over het feit dat de Digimon een beetje die mensen Mephisto's macht heeft overgenomen. En die verzamelt accounts voor, wat een beetje raar is. Heel interessant hoe dat werkt. Dat hebben ze ook in Seizoen 5, waar de Digimon een beetje de stand is van één persoon. Seizoen 5? Ik was dat ook? Ja, Savers. Met Shine Gremel en zo. Oh ja. Like, bij de eerste gedeelte van die seizoen, like, dus het Digimon gebonden bij die ene persoon door een van de 37 sins emotie, wordt dan sterk en zo. Ik kan heel veel voelen bij een of andere part zijn. Oh, welke part is dat wel? Ik begrijp niet waarom Kurumi ons heeft ingehuurd. Laten we eerlijk zijn, we zijn slechte detective ooit. Het is alleen omdat we Digimons kunnen gebruiken, om eerlijk te zijn. I know, right? We hebben zoveel geluk dat elk andere persoon waar we tegen praten fucking idioten zijn. Yup. Oeh, interessante feiten. Nani? Ik vind het leuk dat het begin van deze game dat kocht een poppen is. Dan bij de tweede helft weet ze zelf beter, kan ze vanzelf de tekst werk doen. Ja. Maar voor nu is ze wel fucking idioot. Oh ja. Maar nu is ze begint als een Stef. Ja. Want ze toevallig dezelfde haarkleur heeft en bijna similar is als Stink Stef. Zoals ik al zei, ze komen uit dezelfde stad die vernietigd was de jaren geleden. Origineel was Jessamine eerst een inhumanity. Konnichiwa. Kochira wa Yamashina-san no gozitaku de machigai nai desu ka? Sou desu ga, anata gata wa? Ie, jitsu wa hito o sagashite imashite. Shitsurei desu ga, anata no onamae o ukagatte mo? E, watashi wa... Ah, Makoto. Dewa, Yamashina Makoto-san. Makoto is een man voor geworden. Waar is zijn bike-persona? Maar blijkbaar is Yuko's vader, quote-unquote. Blijkbaar is hij niet verdwenen. Kijk hoe calm en gentleman zijn vader klinkt. Haar vader. Maar dat is Machika? Maar dat is een Seizoen 5 karakter. Dat is Yuko niet. Even serieus. Kunnen we even serieus zijn? Was dat ook voor de Seizoen 5? Of is dat gewoon joking jou? Nee, dat is ook een naam van. Dat is de naam van de kleine zusje. Het zal in de naam, oké. Chica is de naam van de kleine zusje. Never vergeet het feit dat zijn vader fucking ding is. Pancho Leomon is. Van de hoofdkarakter. Dat is een van de beste dingen ooit. I know, right? Wie is jouw vader? Pancho Leomon. Fucking Pancho Leomon, motherfucker. Pancho Leomon's team is de beste ding ooit. Ik heb die niet gehoord. Misschien moet ik me die sturen. Waar ik de audio file verwijder. Fuck off, Ennis. Ik
Maakt het heel erg verdacht om zoiets te zeggen. Weet je, like, Bachelor Iemand Team is geweldig voor wanneer hij die, like, die robots aan het slopen was. Het past er zo erg bij hem. Ik weet niet of dit team is sterk over denkt. Dat mensen de dit is een liedje. Yamashina Makoto no Hontou no Musume wa kono Yamashina Chika de machigai nai. Tonaruto ano irai nin wa. Ja, ik ga er later naar zoeken. Maar er komt tegen om te doen. Maar ja, dit is interessant. Er is niemand vermist. Hij gedroeg zich raar toen we het over iemand hadden. Yeah. Buiten dat, case closed zo'n beetje. Dus voor nu kunnen we terug naar huis gaan. Wacht, huis? Ik dacht dat hoofdkarakter geen huis had. Waarom gaat hoofdkarakter eigenlijk niet naar huis? Er is niemand thuis. Ik heb dan sowieso Aratos, like, bij uitnodigen en shit. Hey, Aratos, my parents aren't home. Ja, en? Ja, je weet wel, betekent het, Lenny face erop, is like, are you hitting on me? En weet je wat? Dan doe je dat met Jasmine. Maar dan heb je opeens de boy character die hetzelfde doet. Dan is like, wat? I'm not... Are you coming out of the closet? Kom op, Arad. Hou je niet van de threesomes? Heb je Steph ook uitgenodigd? Nee, wie de fuck neemt ook dat lelijk ding uit? I know, right? Don't put your dick in stupid. Don't put your dick in stupid. En hier hadden we zelfs de investigation. Wel, Yuko, heb je account? Weet je nu ik over nadenk? Oh ja, zijn account was gewoon gehackt, hè? Die van Dave. Ja, maar zo. Het was gewoon in die ene Mephisto's handen gewoon. Ja, maar het was Makoto's. Ja, maar zie, hij is namelijk al confused. Dat is grappig hoe like, deze, de meisje karakter gewoon een tas heeft, terwijl de jongens karakter een ding heeft, de zijkantas heeft. Dit soms. Je zou denken dat het andersom is of niet? I know, right? Of dat een meisje misschien aan de andere kant die tas zou hebben, want... I don't know. De tas irriteert me een beetje. Is het daar een problem, though? Overstraft gevraagd. I'll be back. Tadam. Iets de mo dozo. Tsugi wa zehi. Nani? Yuko Kamishiro? Zij heeft de familienaam van de Kamishiro Enterprise. Oh, dat is interessant. De detective Poder gaat hard. The plot thickens. Lijkt me boner. Ik wilde dat net fucking zeggen. Okay. I picked up any case later. En dit is wat er gebeurt wanneer ik de filter uit doe. Van de better coloring, dan zit alles er licht eruit. Zo, so, Jesse's team is bijna dood. Lekker bezig. Ja. Dat is nou de basisprogress. Je moet even muziek opgezet, fuck mijn leven. Kaat mensen. Oh, dat. Ah, Mirei Mikakura heeft een ding. Je kan niet alle sidequests tegelijk accepteren, by the way. Ja. Dat kon je nooit in de DS-spel ook niet doen, volgens mij. Nee. Jammer is. Lijkt in tegenwoordige tijd kan bijna elk spel je van alle sidequests accepteren, zo weet je wel. Ja, misschien wordt het ook wel problemen met het spel. Misschien is het meer, het is een probleem en misschien hebben ze het ook meer realisme in gedaan. Like, hoe ga je like, meerdere cases in één keer doen? Maar je hoeft het per se meerdere tegelijk te doen, maar je kan ze wel allemaal accepteren. En dan bellen wanneer het... I don't fucking know, Ennis. Zit je kruis een detective? Ja. Met Jessamine uiteindelijk, Jessie. Ennis, ik heb het over de echte leven, ik. Oh, in dat geval nee. Hoe zie ik eruit in het echte leven, anyway, voor jou? Als een hippie. Fuck. Dan moet ik naar Starbucks toe gaan. Oké. Oh, weet je wel, als een gewoon... Ik zou zeggen als een gewoon persoon, weet je, die op staat zou zien. Ah, I see. Niks bijzonders, eerlijk gezegd. Ja, je hebt best wat lang haar, maar dat is zo'n beetje het. En toen kwam iemand binnen, hebben ze een computer overgenomen.
Wel, terwijl ze dat doen, ik ga het weer in wie. Ik ga met Birey praten en dat... Ik ga met Birey praten zodat we kunnen beginnen met de quest. Want Birey heeft wat ons vertellen. En dus hou je van Dorumon? Welke mon? Dorumon. Oh, Doru... Dimon? Ja, die Dimon. Oh, mijn dek! Mijn dek! Ja, Dorumon is een leuke Dimon. Jammer dat hij nooit zijn volgende vorm gaat zien. Volgende spel. 3 jaar later. Ja. Maar ja, de enige reden waarom ik zo hard aan het lachen was omdat iemand de kamer binnenkwam met een heel zak chips. Fuck me! Fuck jullie! Ik wil ook een zak chips nu! Er is een goed 30% hiervan gegeten, maar ik heb de andere 70% of zo. Oké. Okay. Maar je mag het niet eten, want er zit ook in een commentaar. Fuck you, Enes. Bitch, ik kan doen wat ik maar wil, je bent mijn moeder niet! Ik ben, maar, jawel, maar ik ben wel de manager, ik ben degene die alles fucking edit, Hennis! Goddammit, ik doe het meeste werk voor dit kanaal en dan krijg ik altijd fucking chipsetende Mongolen, dat is wat ik fucking krijg. Maar oké, weet je wat, maar even serieus, ja, ga geen chipseten tijdens de commentary. Ik heb dat de chips jou niet te eten. Eenval. Ondanks de neglect. Wat zeg je? Ondanks de negeer. Eet ze mij op. Nou ja, dus we eten jou op. Dadelijk eet chips jou op. Mirei vindt het vervelend dat er wat mensen zijn die Digimons aan het abusen zijn. En ze wil dat wij het gaan oplossen. Door wat te doen, door wat medailles op te pakken. Dat is een beetje het. Maar niet echt gewoon dingen op te pakken, dat is meer. Kijk, je krijgt hierna krijg je 25 sidequests. Dat je moet investigeren, maar je moet eerst. Investigating doen in de vorm om die sidequests te krijgen. En je moet dan een item vinden van een Digimon teruggeven. Heel erg saai, ik ga het niet laten zien. Dat is gewoon jacht op ding, toch? Ja. Ja. Op Digimon Temes. Hackers. Yep. Zogenaamde hackers. Het is wel, neem je alleen maar auto. Oh ja, ik ga hier allemaal auto's meenemen. Gaan we met de godin praten. Gisteren wel, zei. Gisteren. Eigenlijk een heel kostuum. Waar is mijn Akumon Kari kostuum? Waar is mijn Akumon Kari kostuum? Dat is de beste lol die ik... I don't know, maar dit is zo fucking dom. Je hebt hier de main character en dan heb je... De main character? En dan heb je deze main character. Maar waar is de kleine zusje van de main character van het feestje? Die is de beste lol van de Digimon serie. FBI, open op! Oké, luister hier, FBI. Ik heb maar één ding hier te zeggen in mijn verdediging. Terwijl jij dat doet, ga ik even kijken hoe jij dit oplost met chips. Nog wat? Eet niet de fucking chips, klootzak! Fuck you, ik hoop dat je fucking sterft. Agent, hij heeft de lollyhentai gestuurd, hij is de schuldige. Arresteer hem. Ik heb geen lolly toegestuurd. Weet je het zeker, Rennis? Weet je zeker dat ik niet terug ga naar het Skype-gesprek wil je ergens kopieerd dat je lollies hebt gestuurd? Ik heb veel meer bewijs dat jij lollies naar mij hebt toegestuurd dan jij dat ik naar jou. Dan weer zijn we allebei schuldig, fuck je toe, Rennis. We zijn volgens mij sowieso schuldig dat we elkaar porn sturen, sowieso. Hentai vooral. Dat is niet illegaal. Dat is waar. Lolly-hent is niet per se legaal, het is gewoon heel erg grijs. Het is een grijs gebied, sommige mensen kunnen het. Ja, en ik ben een van die mensen die heeft geleerd om scheid te hebben aan mensen slecht porn smaak. Zal was maar niet in het echt doen. Ik bedoel, Enzo zou er sowieso mee wegkomen, want hij kan gewoon zeggen dat het in zijn cultuur zit en dan gewoon weg. Want tegenwoordig is het de cultuurschuld en niet de mensschuld dat we zulke dingen doen. Ja. Kijk, we zijn met beesten, we weten niet beter voor cultuur. Ik zie, dat is de grootste belediging die ik ooit heb gezien. Het lijkt me zo weer zo erg progressief te zijn met alle culturen zijn staan gelijk, maar dan zeggen ze ook tegelijkertijd, kijk, in zijn cultuur is het normaal om dit te doen, dus daarvoor is het, kunnen ze gewoon er niks aan doen dat ze kinderen gaan te nemen zijn. Wat? Dat is het meest... Nee, ik haat het meest racistische ding die ik ooit in mijn leven heb
hoort en ze doen dat sowieso. Het is like, jij maakt een voorbeeld, maar dat is vast een gedachte die daar doorheen loopt. Like, fuck die mensen. No, it's like, kijk, ik ben een witte persoon. Ik weet beter dan hun, dus ik moet hun redden, want hun kunnen natuurlijk niet voor hunzelf opkomen. Fucking white knights. Als zullen ze verwit zijn. Kijk, ik kan niet wit zijn, want ik wit ben. Oeh. Wit chocola is niet zo lekker, Ernst. Nou, nah, I know, right? It's black chocola. Nee. Melk chocola all the way. Om ik zijn wit chocola niet echt zo slecht, maar ja. Melk chocola is best chocola. Wit chocola is. Oké, laat ik eerlijk zijn. Melk chocola. Wit chocola is ook heel erg lekker. Ja, is gewoon. Het is gewoon puur is gewoon nee. Meh. Puur? Vroeger moest ik puur nemen, maar nu heb ik melk nog nemen. Ja, nou, kijk, hier heb je de typical bad guy, Digimon. Dembi Defibol, terwijl de Butt Monkey in seizoen 1. Een beetje. Ah, panic status. In Digimon is het nog erger dan Pokémon. Dus ik kan geen items gebruiken. Oh, je kan geen eens items gebruiken. Ik hoop dat niks betekent, dat geblaf. Hij geeft zijn mening over de confused status gewoon. Hij had het net zo erg. Je wordt helemaal afgemaakt, Jesse. Wel, dat komt door de fucking panic status. Want je kan geen fucking items gebruiken tijdens de panic status. Ja. Man, ik wens dat het Persona 5 was. Waar ik dat waar mijn vriendschap social links heel erg ook is. Ja. Ik kon een van mijn vrienden me gewoon healen. Ja. Dit is waarom we social links nodig hebben in Digimon spellen. Weet je, ik zou totaal geen probleem hebben met een Digimon spel waar je in het echte leven lekker sociaal leven hebt en dan kun je naar de digitale wereld toe gaan wanneer je wilt. Ik zou er geen probleem mee hebben. Het is zo raar, ik haat sociale leven in het echte leven, maar in het videospel is een compleet ander verhaal. Ik zei, als je een beetje open met de mensen. Ja, ik zie. En dat krijg je ook storingen. En dan slaap je gevangen. En ik vind dat niet geweldig. Ik kom op en dat is super goed te doen. Ik kan me nog meer vertellen dan dat. Ik zeg, als je met meer mensen opent, zou je veel beter kunnen praten met deze shit. Like, ja, maar ik soms leuk om bullshit met hun te in praten. In het echte leven moet ik naar buiten gaan om dingen te doen. En like, die gewone persoon, dan kan ik gewoon quick treffelen. Oké, is wel een mistake. Dat lieg ik, eerlijk gezegd, maar nog steeds. Hoe ik zijn, ik zou sowieso zo zijn, ook al op videogames. Ja. Fucking niet. Ja, nee, niet is wanneer je geen, niet naar school gaat of educatie hebt als je niet werkt of als je geen training hebt. Ik ben geen niet, ik ben een niet die mooi. Als iemand die een shut in is en zo, die kan niet naar buiten gaan, pak naar buiten gaan. Zelfs dat ben ik eigenlijk niet zo erg toe, want ik ga soms naar buiten. Dan eet je een white supremacist pannenkoek en dan eet een diversity pannenkoek. Ja, zo, wat vind je van deze Digimon? Want ik vind hem altijd, meh, vergelijk met elke andere Digimon. Renomon, hij is gewoon daar. Meestal. Hij voelt meer als de generic enemy vijand. Like, als dit een warrior spel is, dan is hij de typische vijand die neer haalt. Ja. Wanneer ik Tyranomon zie, is het normaal zou ik een dinosaurus cool vinden. Maar een Digimon's gedoe is wauw, dat is fucking basic. Ja, hij is de basicste ding. We hebben de hacker er een les geleerd. By the way, we doen eigenlijk alleen maar help van de sidequest om dingen te vinden. In Hacker's Memory doet de andere karakter de andere helft. Ontmoeten we in deze spel ook de Hacker's Memory karakter? Niet in dit spel, nee, maar hij is altijd daar. Nu weet ik niet. Ontmoet de Hacker's Memory karakter ook? Ziet hij hem toevallig langslopen? De main MC? In Hacker's Memory zien we wel onze MC langslopen. Nou, dat is cool. En ja, dat weet jij zelf natuurlijk niet. Wat? Jij speelde als een jonge karakter, toch? Heb je geen keuze daarmee? In Hacker's Memory? Je hebt geen keuze daarmee. Oké. Kan je wel kiezen welke hoofdkarakter het is? Jong of meisje, of kan dat ook niet? In Hacker's Memory, nee. Nee, oké. Je kan wel. Wie was dan de hoofdkarakter daar?
Like, jong of meisje, wie was dan de hoofdpersoon? Hex Memory? Oh, je bedoelt... Ja. Ik bedoel je meer... Jessamine. Jessamine en Hex. Oh ja, want de save file gaat over. Oh, dat is cool. Dat betekent dat als de save file overgaat... Ja, je kan kiezen tussen Jessamine en de andere Jessie. Ja, ik had voor Jessamine. Maar, by the way, de gameplay tijd gaat ook verder. Oh shit. Dan weet je ook niet meer hoeveel uur je hebt gespeeld. Nee, ik kan raden, als ik kijk naar de hele save file, maar het is like... Oh, ik heb 140 uren gespeeld, well, what the fuck heb ik gedaan? And you don't stop grinding, you don't stop grinding, you didn't stop grinding. Je kan... Je never stopped. Ik kan wel zeggen, volgens mij kun je het wel zien wanneer je... Wanneer je... Gebruik je ooit, like, de driehoek save, like, de save voor de Vita en zo? Want je hebt, like, 4 save slots. Je hebt geheime 4 save slot. Geheime 4 save slot? Ja, geheime 4 save slot. Waarom verstoppen ze het? Het is niet echt verstopt, het is weer... Het is een cross-saving voor de Vita en zo. Dus dan kun je de save van naar de Vita doen en zo. En andersom. Ah. Je moet op driehoek klikken wanneer je op het safe scherm bent. Zo ja. Weet je wat ik raar vind, though? In Persona 4? 5, bedoel ik. Dat is je, like... je hebt geen oneindig save files. Like, je gebruikt niet de PlayStation 4 save systeem, terwijl je wel een network save systeem hebt. Dan vraag ik me af, waar heb je gewoon niet oneindig network saves? Waarom doen we dit? Man, als... Zo, Kyoko ziet eruit dat... lijkt er, dat Kyoko kent blijkbaar dingen ook, Mirei. Ja? Maar hoe zou ze haar kennen? Wie zou weten? Dan opnieuw, ze is een waar, zegt ze. Zo, misschien heeft ze het een of andere... We zitten allebei in dezelfde gebouw dicht bij elkaar. Ja. Yeah. Dus we doen nu wat sidequests hier. Deze persoon heeft een mobiel spel gereleased. Maar er is een bug daar. Maar ze niet verder kunnen gaan met een baasgevecht. Dus we moeten dat oplossen. Om eerlijk te zijn, als ik dit was, zou ik gewoon weglopen. Dus, like, nee, fuck dit, fuck zo'n mobiel spel. I know, right? Zo ja. Laat ik even maar kijken naar jouw festival. Just in case. Ik ga trouwens zeggen: deze persoon werkt voor een bedrijf en geeft ons, like, heel fijn geld voor. Een van de meest grootste problemen oplossen. Like, we hebben zo'n carrière gered. En we krijgen, like, geld alsof we... Nee, we krijgen minder geld op bij een bijbaantje. Ja. Ja, deze man kan het doorzuigen. Nee, fuck, hij krijgt geen zijn pussy. Bent down. Bent over. Ja, dit is seksistisch, man. Ik moet, like, 30% meer krijgen, want ik ben een boeken. Dat is een wage cap, oké. Oh my god. Oh. Ik ben een sprookje in de pen, het boemen we tot die dag. En dan echt zo, waar die de quest inlevert. Krijg gelijk van plaats van 1000 yen, 700. Als je het vrouwelijke krok speelt, krijg je gelijk 700 per geluid. Oh my god. Oh, wat moet ik onthouden dan, man? Een skate wat ik dat game developing doe. Nou, ik weet... lol, één sidequest. Weet je wat ik nu een South Park spel heb gedaan? Als je te donker in je huiskleur, de moeilijk het spel wordt. Oh mijn god, dat moet ik voor de lol eens een keertje gewoon doen. Deze lijkt vreselijke grappen. Ah, hier hebben we de twee konijnen. Bij voor... Lofmon is raar, want... Haar champion zit niet in dit spel. Niet eens haar slechte champion. Haar slechte champion zit ook niet in Hex Memory, dat is raar. Maar wel de goede champion. Champion is wel een Hex Memory. Okay. Maar het is wel raar, like, de slechte champion moet niet zo onbekend zijn. Dat zit in de fucking film. I know, right? Even nadenken, dat was een tijdje dat ik veel heb gezien. Wat was de slechte champion ook weer? Dat was een tijdje 2's film, though, dus je hebt er waarschijnlijk niet gezien. Was het niet alleen een film waarbij die slechte champion tevoorschijn kwam? Like, Lompmon deed vreemd en shit. Ja, waar die tegen Tyrion vocht. Zou kunnen. Ik zou die film hebben gezien zijn, want weet je, het was een fusion tussen seizoen 1 en 2 dan. Oh, je hebt de Engelse dub gekeken ervan, of niet? Ik denk misschien. If that's what you really want, bring it on. Deze
Feuerbomb denkt dat hij ons kan verslaan. Dit kleine geest heeft onze Digimon. Holy shit! 48 schade, Jesse. Ja, je bent doomed, Jesse. Je kan niet winnen. Kijk, 43 schade is alleen maar heavy, niet serieus. Kijk, 69! 69 schade! Nice! Nu moet hij sterven met eer. Geef hem geen beurt. Daar gaan we. Nice. Ik vind het leuk hoe hard om ons animaties van. Ja, ik heb de fucking kracht. By the way, deze netwerken worden weer interessant in Act 5, want we moeten andere kleuren krijgen en zo. Leuk feitje. Ik hou van deze team, het is een leuk, mooie, zielige team. Het kan perfect voor dramatische momenten zijn. Ik ben hier een video aan het maken, ben voor de grap, de dramatische momenten erin. Jesse, wat? De cola is op! Nee! En dan denk ik aan al die cola flessen. En dan zit je daar gewoon met je andere wit, like, hard te huilen. En Tony is niet als ik zit gewoon in de koelkast, zit ik like, met mijn armen vol, like, aan de koelkast vast. Ik ga langzaam omlaag, terwijl ik aan het huilen ben, terwijl de muziek speelt. En dan lig je op de vloer. Probeer niet harder te huilen. My heart keer zo hard. Iedereen omheen zit echt zielig te kijken en zo, like, weg te kijken. En dan hebben we de shot naar buiten met... En toen dronken ze nooit meer cola. Voor 1 week. Totdat er geld binnenkwam. Ah, thank you, uitkering. Dat was wat. Het werkt niet, nee, fuck you. Het geluid is van. Motherfuckers. Heb je ooit gehoord van een vrouw die zegt dat ze te mooi is om te werken? Ik zou niet verrast zijn als dat er was. Is er een klantartikel daarvoor? Ja. Dat klinkt geweldig. Voor de verkeerde reden. Ja, lijkt alle regels waren van. Je ziet er deze mooi uit, tijdelijke kut. Moet die fucking lui zijn met fucking werken. Ik vind dat ze een soort model moet zijn of zo. Iets lijkt wel, doe dat dan, fuck you. I'm too fat to go to prison. Listen, I'm too fat to go to prison. Oké, okay, je kunt wel niet passen in de cel. Oké, well, we hebben de vleeskrijnen daarvoor. Or, I'm too short to go to prison. Listen, I'm too short to go to prison. Like, I'm too small. Look, these handcuffs don't even fit me. And then while he says that, he just runs away. You know, deze schattige kleine geestje. Wat vind jij het meest schattige Digimon? Dat is eigenlijk een moeilijke vraag voor nu. Nee, weet je wat, ik ga gewoon met de geest. Het is een generieke geest, maar het is fucking adorable. De Lobbonetarium was zo cute, wel. Zijn dat die Deco? Ja, de konijnen. Hoeft niet eens, maakt niet uit welke level het is. Nou, dan als het niet uit... Nee, ik kan even nu niet uit mijn hoofd verzinnen. Hé, we dachten van een leuke Pokémon en dat. Weet je welke Pokémon... Dennis? Ik ga even wisselen naar Pokémon hiermee. Want als ik denk aan Digimon, denk ik opeens aan de ene Pokémon. Dat is like Lilligant. Lilligant? Je kent die Digimon Pokémon? Welke generatie? Generatie 5. De ene bloem Pokémon. Ja, oké, ik weet het. Ja, Lilligant. Ik zie die Pokémon. Het is net als jouw verslaafd en met Lollies. Waar je de hele tijd wat headpadden en knuffelen. Dat is hoe ik voel van ik Lilligant zie. Ik wil het gewoon headpadden en knuffelen. Zo fucking adorable. Dus als jij lekker in het Pokémon wil, zo zit ze gelijk de Pokémon van voor de cuteness. Ja, weet je wat, er zijn twee soorten teams die ik zou maken. Eentje is gewoon mijn casual team, waar ik al die schattige en coole Pokémon's in zet. En de andere is mijn serieuze team. Waar ik mijn Karchomp gebruik in zet. Lijkt 6 Karchomps. 6 Karchomps? Nee, fuck that shit. Als ik serieus ben, ga ik gewoon voor 6 Wailords. Zijn toch de grootste Pokémon? Like triple battles, 6 Wailords. Where's your god now? Dan zullen we met Arceus hier. Oh ja, motherfuck. Fuck jou, ik heb 3 fucking Wailords. Ja, niet willen. Maar ik heb God hier. En Satan. Ik praat die ook in retine eruit aan. Hier, fuck Satan. Ah shit, oké, nu heb je wel gewonnen. En dan kom jij met de Digimon op even like een Armageddon mod. Dat is like, what the fuck? Een Armageddon mod. Of een Pokélimon. Allebei.
In ieder geval hippe, dronken. Oh yeah. Dronken tv-kijkermon. Nannymon, letterlijk Vatmon. Nanny? Ja, dat is letterlijk Nannymon. Oh, Nannymon is een van die Digimons die ik gewoon zo fucking cool. En zijn aanval is natuurlijk voor de verkeerde. Gooien. Dat is zo jammer, though. Ik verwacht een betere aanval met dat. Laten we eerlijk zijn. Een soort Dynamite Fist of zoiets.